We hebben het vast wel eens meegemaakt. We hebben een mooie oude lamp gescoord op marktplaats of op een kringloop en die past niet in onze garen stopcontacten. Het komt omdat er een verdikking zit, die zit hier niet op, en de aardklemmen, die zijn hier ook niet uit. Dan kunnen we natuurlijk met een beetje veilen en een beetje knippen, kunnen we misschien een gedeelte eraf halen. Ik zelf ben er geen voorstander voor, want laat een stekker intact. Wat we ook kunnen doen is een garen stekker erop zetten, die kunnen we gewoon vervangen. Niet iedereen is er handig in en niet iedereen wil dat, want ze willen soms wel eens die lampen in hun oude vorm bewaren. Hoe kunnen we dat oplossen? De meeste rijstekkers die we gebruiken van buitenland naar Europa toe of naar Nederland, die kunnen ook gewoon de normale stekkers zijn. Dus in dit geval heb ik een rijstekker die van Europa naar Engeland, Amerika en ja, alle andere landen die ik zo'n beetje ken. En als we die er eerst in doen, dan doen we de stekker van de lamp erin, dan werkt die gewoon. Bijna alle rijstekkers die wij hier in Nederland hebben, die kunnen dat dan, want ik heb hier een kleinere variant. Deze is van Amerika naar Nederland toe. En als we die erin doen, dan past ook de ongeharde stekker erin. En zo kun je dus eigenlijk heel simpel het probleem van een ongeharde stekker oplossen, zonder dat je meteen hoeft af te knippen of de staat van je lamp moet veranderen.